Zo, God is een God van trouw. Amen. Zo is het. Ik heet ieder van harte welkom in Gods huis. Ook de kijkers en de luisteraars vandaag, ik heet u van harte welkom. En fijn dat u er bent en afgestemd bent. Ik hoop dat u een gezegende dienst zult ervaren. Samenkomen meer op u te gaan lijken. Heer, uw Heilige Geest is in ons midden. En we danken u daarvoor. Zo draag ik de samenkomst op. In Jezus' naam. Amen. Ik wil juichen voor u,
onze naam, God van de eeuwigheid. Maar meer op, juichend voor Gods kracht.
Heer, dank u wel dat we hier mogen zijn deze morgen. Heer, om u groot te maken, om u te aanbidden. Heer, hoe groot bent u? Dank u wel daarvoor. En zo wil ik ook een zegen vragen. Heer, u zegen in Jezus' naam. Amen. Van de naam van Jezus, geen andere naam dan de naam van de Heer, geen andere naam dan de naam van Jezus, is waard te ontvangen de glorie en ere, de kracht. Dank u wel, Heer, dat u alle namen, Heer, die de mensen hebben opgeschreven, ziet. Heer, zij die ziek zijn, willen wij, zij die ook vandaag hier niet konden zijn, vanwege ziekte. Zij die moesten werken, zij die wat voor reden dan ook niet konden komen. Zegen hen, Heer. Dank u wel dat u ook de luisteraars zegent en de kijkers zegent. Dank u wel voor alle namen die hierin ziet staan, dat u ze zegent naar geest en naar lichaam. Heer, u bent dezelfde. U bent niet veranderd. U bent een God van trouw. Wij danken u daarvoor in de wonderbare naam van Jezus. En in ieder van u zeggen amen. Oké, lieve mensen, wat ik wil gaan doen is het woord van God aanvangen. En wij gaan met elkaar opslaan. Lucas 2 gaan wij opslaan, vers 22. Daar wil ik graag beginnen te lezen. En ik zal... U begeleidt in het woord tot en met vers 35, wil ik gaan lezen. Tot en met vers 35. Oké. En toen de dagen hun reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Gelijk geschreven staat in de wet des Heeren, al het eerstgeborene van het mannelijke geslacht zal heilig heten voor de Heere. Vers 24. En om een offer te brengen overeenkomstig hetgeen in de wet des Heeren gezegd is. Een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven dat hij de dood niet zou zien. Eer hij de Christus des Heeren gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zeide, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. Vers 33. En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat dat de overleggingen uit vele harten
openbaar worden. Ik wil een zegen vragen over het woord van God. Dank u wel, Heilige Geest, dat u mijn lippen heeft gezalfd en de oren van een ieder die hier is, en die kijkt en die luistert. In Jezus' naam dank ik u. En in ieder van u zeggen, amen. Nou, we moeten eerst even gaan bekijken wat ik vorige keer heb gezegd. Vorige keer, Jezus is geboren, onze Heer. Amen. En uiteindelijk gebeurt hier, vindt hier iets plaats. Er staat hier in Lucas 2, vers 22. De dagen van de reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem voor de Heer voor te stellen. Nou, wat is die wet? Wat zei die wet? Na een geboorte van een zoon, let goed op, dan was de moeder voor een periode van 40 dagen onrein. Dus men mocht dan niet, mama, Maria in dit geval, mocht niet de tempel binnenstappen. Er moest eerst een reinigingsoffer, moest daar worden gebracht. En dat is wat hier plaats ging vinden. Hoe werkte dat nou? En waarom moest dat? Wel, er had bloed gevloeid. Er had bloed gevloeid. Dan moest een reinigingsoffer dus gebracht worden. Een eenjarig lam moest dan geofferd worden. Werd dan aan de priester gegeven. En de arme mensen die dat niet konden betalen, die mochten een paar duiven meenemen of een paar tortelduiven. Dat is wat hier ook plaatsvindt. Wij weten, Jezus, Maria, Jozef in die tijd waren arm. Ze waren arm. Jezus kwam vanuit de hemel, hè, rijkdom, waar hij troont aan de rechterhand des vaders nu, zegt de Bijbel, waar hij troont. Hè. Vergeet niet, hij is gekomen om zichzelf te vereenzelvigen met ons mensen. Dat is nogal wat. Hoeveel van u verlaten hun woonplaats om zo te moeten sterven uiteindelijk, want dat was het doel waarvoor hij kwam, om de zonde van de mensheid op zich te nemen, onze zonde. Wat is wat daar is gebeurd? Goed, Maria en Jozef komen dus aan met Jezus in Jeruzalem. Dat houden we even vast. Dan zijn zij en komen zij aan in de tempel. Vandaag zitten wij ook in Gods huis. Als het goed is, bent u gekomen met een verlangen. Als het goed is, bent u gekomen om te luisteren naar Gods woord. Het doel waarom u hier bent, is hopelijk niet uit traditie, maar omdat u een verlangen heeft, elke keer opnieuw, om naar het huis des Heren te gaan. Hoeveel mensen kunnen daar aan nog zeggen? Ja, dat is zo mooi, zo belangrijk. Nou, wie is daar nou in die tempel? De Bijbel vermeldt ook twee namen, Anna en Simeon. En over Anna wil ik het vanochtend niet hebben. Ik wil het vanochtend hebben over Simeon. Wie is Simeon? Simeon is een gewone man, net als u en ik. Een gewoon mens. De Bijbel praat over een oude man. Hij was een oude man. En wat zag hij? Tientallen jaren ziet hij al de ellende die er om hem heen plaatsvond. Hoe het volk onderdrukt werd door de Romeinen. En hoe het volk in zonde is gevallen. Hoe het snakt naar een redder, naar een verlosser. Maar daar moet je wel je hart voor openstellen. Als wij ons hart niet openstellen voor die redder, dan is daar geen redding mogelijk. Wij moeten die redder in ons leven, moeten wij accepteren, moeten wij aannemen. Dat is heel belangrijk. Simeon is al oud. De Bijbel praat erover dat hij een rechtvaardig man was. Hij was een naleven ook van de wet. En er was één ding in zijn hart, de vertroosting van Israël. Soms kun je door hele diepe dalen gaan. En dan wil je nog maar één ding. Je hebt troost nodig. Je hebt een arm om je heen nodig. Soms kan de wereld zo hard zijn. Mensen doen elkaar pijn. Een mens is vaak bezig met zijn eigen ding. Het is waar wat ik zeg. Een mens denkt vaak maar aan één ding. En dat is aan zichzelf als het erop aankomt. En dat is wat we goed vast moeten houden. Dat Jezus ons heeft geleerd om zo te leven zoals Hij heeft geleefd. Daar moeten wij ons naar uitstrekken. Je kunt door zoveel strijd en zoveel problemen soms heen gaan, dat je het niet meer ziet zitten. Dat je geen hoop meer hebt. Dat er geen doorbraak meer lijkt te komen in je leven. Als je gepest wordt op school. Als het op je werk niet goed gaat. Als het leven tegen zit. En niet eventjes tegen zit, maar het heel lang al tegen zit.
Simeon was zo een die al oud was, die heel veel dingen heeft zien gebeuren. Want de oudere mens, ik respecteer ze met heel mijn hart. Ik luister graag naar hun verhalen. Er zit een ervaring achter, lieve mensen, waar we van kunnen leren. En hier zie je een trouwe dienstknecht van God. Een rechtvaardige man die de wet naleeft, maar die één ding wist. Die wet kan ik ook niet volbrengen. Ik heb een redder nodig. We hebben de Heere nodig. Het doet pijn, hè? Als een kind afglijdt van zijn ouders. Het doet pijn als een man zijn vrouw heeft verloren of andersom. Niemand kan voelen wat zo'n iemand voelt. Alleen de persoon in kwestie. Simeon zag en keek om zich heen. En hij zag de strijd bij mensen. Het geweld om hem heen. Het volk wat onderdrukt werd. Al dat soort zaken. Situaties kunnen misschien uitzichtloos lijken. Maar ik zeg u dit. Heb goede moed. Waarom? Omdat er een God is die hoort. Er is een God die leeft. De God van Abraham, Isaac en Jacob is niet veranderd. Hij is dezelfde, de Bijbel zegt over de Heer Jezus ook, hij is dezelfde zoals hij vandaag was, zoals hij dus vroeger was, zo is hij ook vandaag, de Bijbel zegt, tot in eeuwigheid. En dat is een feit. Verlies dus nooit uw geloof. Ga door. Ga door. De Heer is bewogen. En als je in de kerk niet meer jezelf kunt zijn, waar dan nog wel? Dit is een plaats om te lachen en om te huilen. Om troost te ontvangen. Een plaats waar je heerlijk kunt vertoeven. Simeon, een man die al zo lang op verlossing wacht. U moet goed begrijpen dat hij kende de beloften die in het woord van God staan. Om een voorbeeld te noemen, Jesaja 40 vers 1, dan weet Simeon wat daar staat. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Jesaja 49 vers 13, juich hemel, jubel aarde, bergen breek uit in gejuich. De Heere heeft zijn volk getroost, staat daar. Hij heeft zich over de armen ontfermd. Dit was ver voor Simeons tijd. En hij las dit in Gods woord. Hij kende Gods woord. Hij kende de belofte. En wat denkt u van Jesaja 61 vers 2? Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren, let op wat daar staat, te troosten. God wil u troosten. Hij is u niet vergeten. Hij is niet die God die op de troon zit en die tegen u zegt, zoekt u het maar allemaal uit. Want wat er om u heen plaatsvindt, dat is niet iets wat God veroorzaakt, dat is wat mensen veroorzaken. Wij moeten een juist beeld krijgen van God. Wij moeten weten dat God onafhankelijk, zonder aanzien des persoons, van ons houdt. Hij houdt van de mensheid. Onafhankelijk. We moeten dat goed vastpakken en in ons bovenkamer, zou ik willen zeggen, moet het geplant worden, zodat wij nooit vergeten, God is soeverein. God is dezelfde en hij houdt van mij. Want als er problemen komen, hoe vaak heb ik mensen niet horen zeggen, God is ver van mijn bed. Nee. David had dat al door toen hij zei, wat buig je neder, o mijn ziel? Zie je? Hij roept zichzelf dus eigenlijk tot de orde. Ziel is nefes, hè? In het Hebreeuws. En hij roept dan zichzelf tot orde, wat buig je neder, o mijn ziel? Ziel, dat zijn wij. Troost, troost mijn volk. Maar Simeon merkte er niet veel van. Ziet u? Hij merkte er niet zoveel van. Er was geen verandering.
En dat is voor ons ook weer tot een lering. Soms gaat het zo langzaam. Zit het leven zo tegen. Dat er geen doorbraak is. Hier is hij al oud. En zijn dood staat voor de deur. Hij heeft niet lang meer te leven. Ik heb ontdekt dat het leven voorbij raast. Het leven gaat zo ontzettend snel. Is het waar of niet? Of we vinden dat het leven snel voorbij gaat. Ja, het gaat zo hard. Ik zei pas weer tegen mijn vrouw, ik lig alweer in bed. Regelmatig doe ik die uitspraak. Ik ben er net uit, bij wijze van spreken. Ik lig nu alweer in bed. Mijn haar wordt dunner en dat soort dingen. En ik dacht bij mezelf, ja, het leven gaat nu echt hard. Hè? Maar het is de realiteit. En het is genade als we oud kunnen worden en mogen worden. Dat is niet vanzelfsprekend. Geniet dan van het leven. God wil ons zegenen. En ook als iemand er doorheen zit, als het zo pijnlijk gaat, als de situaties zo drastisch zijn dat er geen hoop lijkt te zijn, hoop dan voor die ander. Sla een arm om iemand heen. Zegen elkaar. Dat is de weg en de wil van Christus. Moet je kijken wat daar staat, lieve mensen, lieve gemeente, kijkers en luisteraars. Lucas 2, vers 26. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven. Wat is een godspraak? God sprak dus door de Heilige Geest tegen Simeon. Hij ontving dus een profetische boodschap, noemen we dat. Dat hij de dood, zegt de Bijbel hier, niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. En hier wordt heel vaak, heel snel, overheen gelezen. Let goed op. Er staat hier dus dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren gezien had. Die godspraak die kwam. Nou staan wij vaak nooit stil bij het feit van, oké, maar wanneer kwam die godspraak nu? Wij denken dat dat heel vaak, als je dit zo leest, dan denken wij, de meeste mensen, die kunnen dan, laat ik het wat nuanceren, die kunnen dan denken, nou dat heeft hij vorige week gehad, die boodschap. Wel nee. Ik ben ervan overtuigd dat er jaren tussen zit. Hoe weet ik dat? Dat herkennen wij in ons leven. De belofte van God. Kijk maar naar Abraham. Die een lijfelijke zoon zou krijgen. Hè, van zijn wettige echtgenoot. Sarai toen nog. Sarah, bekend. Dat kan soms zo'n lange tijd overheen gaan. Simeon die had dus een belofte gekregen, maar hij zag het nog niet. En de jaren verstreken. En de tijd ging voorbij. Totdat hij een oude man was. Maar God had gesproken. God, en als God iets zegt, dan zal het zo zijn. Wij hoeven niet te vrezen. Wij hoeven niet bij de pakken neer te gaan zitten. Als God iets zegt, dan zal het gebeuren. Wij willen vaak zelf doorbraken creëren. Wij willen vaak God voor zijn voeten lopen. Wij denken vaak te weten hoe het moet. En dan gaan wij allerlei acrobatische handelingen verrichten, als u begrijpt wat ik bedoel. Dan gaan we ons door allerlei bochten wringen, want God heeft gesproken. Weet u wat Simeon moest leren? Ook hij moest dat leren, zoals elk mens. Drie dingen. Volharden. Geloven. En vertrouwen. En dat is eigenlijk een pakket, wat ik dan samenbundel. En dan vat ik dat samen in één woord. Geduld. Ik vat dat samen in één woord. Geduld. Hij zou de Messias ontmoeten. De redder van de wereld. Die ook hem zou verlossen van zijn zonde. We moeten dat goed vasthouden. Maar hij was iemand die hem de kracht daarvoor gaf. Waar halen wij onze kracht vandaan? Let goed op wat hier staat in vers 25c. De Heilige Geest was op hem. En de Heilige Geest wordt de trooster genoemd.
Halleluja. En Simeon verwachtte de vertroosting van Israël. Hij, kunnen we zeggen, de vertrooster. De Heilige Geest was op hem. En dat is het geheim in ons persoonlijk leven. Hij geeft ons kracht. Hij troost. Vaak wordt de Heilige Geest in een of ander hoekje geplaatst. Maar de Heilige Geest heeft niets anders dan alle kenmerken en is ook een persoon. Hij hoort, zegt de Bijbel. Hij spreekt. Hij leidt ons. Ziet u? Hij is zelfs degene die Christus uit de dood heeft opgewekt, zegt de Bijbel. Het geheim was dat Simeon een godsvruchtig leven leidde. De Heilige Geest was op hem. Nu zit het oude jaar er bijna op. En het nieuwe jaar komt eraan. Welk voornemen heeft u? De meeste voornemens die ik in mijn leven heb gehoord. Twee dingen eigenlijk. Ik stop met roken. En nummer twee, of je kunt het ook omdraaien. Ik ga afvallen. Is het waar of niet? Ja. Maar Simeon zag er heel iets anders uit. Simeon is het typebeeld van het oude verbond. En hij staat als het ware op de drempel van het nieuwe verbond. Simeon en Anna in dit geval leiden het nieuwe verbond in. Ziet u? Er komt iets nieuws aan. Het gaat gebeuren. Dat brengt mij naar iets heel belangrijks, dat we echt niet moeten onderschatten. Gods geest wil ons leiden. Gods geest wil jou, wil u, wil mij leiden. Misschien herkent u dit. Heeft u wel eens zo'n innerlijke drang gehad dat u tegen iemand iets moet zeggen? Hè? Of u moest naar iemand toestappen, iemand komt ineens op in uw gedachten. En het laat niet los. Hoeveel we weten waar ik het over heb? Het laat niet los. En dan heb je geen andere keus om die persoon te bellen. Of om naar hem toe te gaan. Weet je wat zo mooi is? Weet je wat Simeon betekent? Luisteren. Ja. Als Simeon niet zou luisteren, want je kunt je afsluiten voor de Heer. Als de problemen zo drastisch zijn in een mensenleven, dan hoor je vaak, dat hoorden we ook in de oorlog. Mijn opa was een Jood bijvoorbeeld, om een indruk te geven vroeger. Hij ging altijd trouw naar de synagoge. Maar toen op het moment dat de oorlog was uitgebroken, de Tweede Wereldoorlog, toen heeft hij alles vaarwel gezet. Hij heeft niet gezien hoe zijn kleinzoon tot Christus kwam. En soms dan gaat mij dat nog altijd aan het hart. Wat is het toch mooi, hè, als ze er nog zouden zijn. Onze dierbaren. Er is één ding waar ik altijd moeite mee zal blijven houden. Dat is het wegbrengen van een geliefde persoon. Het afscheid nemen dus van een geliefde. Ik kan daar nooit aan wennen. Ik meen wat ik zeg. Ik blijf daar moeite mee hebben. Hoewel we weten dat zij die in Christus zijn, zij zijn bij de Heer. En dat is onze troost en dat geeft ons kracht om door te gaan. Maar dat neemt niet weg dat er een immens verdriet kan zijn in ons hart. En daar mag ook niet overheen gewalst worden. Maar waar we op voor moeten passen, lieve mensen, is dat wij niet God de schuld gaan geven van allerlei dingen. Onthoud dat goed. God is eerlijk, hè? In zijn woord staat al heel duidelijk. Er is een tijd van komen, vertaal het even in de tijd van nu, en er is een tijd van gaan. En niemand weet wanneer die tijd zal zijn. Ziet u? Dat is één zekerheid die we hebben. En ik ben zo dankbaar en blij dat de rijken ook dit niet af kunnen kopen.
Ik heb vaak gezien als ik in het buitenland was en vaak gehoord hoe mensen, dus stel iemand krijgt een boete, dan wordt een politieman, die wordt makkelijk omgekocht. Bijvoorbeeld om een land te noemen Indonesië, wat ik toen van Peter hoorde die daar als zendelingen namens de gemeente actief is. Dan kun je gewoon een politieman omkopen. Een geldbedrag en dan ziet hij het door de vingers. Maar God is niet om te kopen, ziet u? Hij is niet om te kopen. Ik ben dankbaar en blij dat wij allemaal, maar dan ook allemaal, één zijn. Er zijn geen uitzonderingen. Wij zullen eenmaal sterven. En toch, zegt Paulus bijvoorbeeld, het sterven is een gewin. Sterker nog, Paulus zei zelfs, ik zou er nog liever heen willen gaan en mijn intrek willen nemen bij Christus. Dat is verreweg het beste zijn. Maar om uwentwil, ik heb nog wat te doen dus, ben ik nog op de aarde en blijf ik nog op de aarde. Denk je eens in Simeon. Als hij het bijltje erbij neer had gelegd, dan zou hij zonder hoop sterven. Er is niets vreselijks zonder hoop te sterven. Waar ga je nou naartoe? Waar kom je vandaan? Waarom bent u op aarde? Al dat soort zaken zijn ontzettend belangrijk. Gods geest wil ons leiden. En kijk eens hoe de Heilige Geest betrokken is in het leven van Simeon. Ik weet niet of u het weet, maar 3 keer wordt de Heilige Geest in rap tempo genoemd. Nummer 1 staat, en de Heilige Geest was op hem. Nummer 2, en hem was door de Heilige Geest dus een godspraak gegeven. Nummer 3, en hij kwam door de Geest in de tempel. Ziet u dit? En dan zegt vers 27b, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen en loofde God. Halleluja. Wat mooi. En toen ik daar zo over nadacht, die gebed was, toen werd ik aangeraakt. Want toen nam Simeon de Heer Jezus in zijn handen. Maar nu neemt de Heer Jezus Simeon in zijn armen. Ziet u? Wat gaat het toch door? Kun je je voorstellen wat er door hem heen gegaan moet zijn door Simeon, wanneer hij dan de Heer Jezus dus in levende lijf ontmoet, de Messias, die nog een babytje is, die op de asserdag werd besneden. Ziet u, dan heeft hij na 40 dagen, heeft hij dan de Messias gezien. Maar Simeon moest geen 40 dagen wachten, die moest jaren en jaren wachten. Wie weet hoe lang dit is geweest. Heb dus moed en hou hoop vast. Geloof, vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Hij is niet veranderd. Maar wij gaan soms door dingen heen. En wat leren wij daar dan van? God wil ook dat wij leren. Soms laat hij wel dingen toe. We begrijpen niet alle dingen. Maar 1 ding. God vormt ons. God vormt ons. Hij is met ons bezig. Hij kijkt ook naar onze reactie. Hij kijkt ook naar hoe wij met hem omgaan. En hoe wij met onze naasten omgaan. En dat laatste is nog wel eens moeilijk. Het laatste valt niet altijd mee. Maar 1 ding is zeker. Als u en ik onze focus op de Heer Jezus houden, wat er ook zal gebeuren, hij is met ons. Hij leidt ons door zijn geest. Halleluja. Dus Gods geest wil ons leiden. Nummer 4, ik heb een cijfer gegeven om even een stappen. Ik had even wat stappen gegeven die ik met u wil doornemen. Geloof wordt beloond. Geloof wordt beloond. Luister goed. Hoe vaak komt het niet voor dat zegeningen worden gemist omdat men opgeeft? Het duurt te lang. De strijd is te zwaar.
maar de Heere zal ons dragen. Weet u wat de Bijbel zegt? Hij zal niet toestaan dat u boven vermogen verzocht wordt. Eigenlijk kan ik het vertalen heel simpel, zodat we het allemaal goed begrijpen. Hij zal niet toestaan dat u helemaal zinkt in het moeras. Hij zal u vasthouden. Het is een gegeven. God houdt mij vast. God houdt ons vast. Verlies nooit je geloof. Maar ga door. Ga door. Weet je wat hij dan zegt in zo mooi in Lucas 2 vers 29? En dat lees ik uit de herziene Statenvertaling. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Volgens uw woord. En Jozef vers 33 en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. Weet je wat hier gebeurt? Simeon. Hij ziet de Messias, hij ziet ook zijn verlosser, de vertrooster van Israël. Halleluja. Er gebeurt iets nieuws. En vele Joden in die tijd, die dachten, als de Messias zou komen, dan mag ik even gewoon spreken in de taal van nu, dan worden die Romeinse soldaten, die Romeinen en de keizer erbij, die worden weggevaagd, weggemaaid. Maar zo zou het niet gaan. Simeon begreep dit. Simeon begreep dit. En dan zegt hij, punt 5, Simeon, heb ik opgeschreven, zingt een vreugdelied op de drempel van het Oude en het Nieuwe Testament. Halleluja. Hij zingt een vreugdelied. Hij zegt in vers 30, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Vers 32, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Er zijn daar twee getuigen. De Bijbel zegt twee of drie getuigen, dan staat de zaak vast. Daarom zijn ze met z'n tweeën. Simeon, nou. Anna. Simeon en Anna zien Jezus, de Heer, en weten, de Verlosser is gekomen. Weet u al dat uw Verlosser is gekomen? Maar soms als we al jaren meelopen, willen we het nog wel eens vergeten. Dat de Verlosser is gekomen. Als we niet oppassen, wordt onze focus van de Verlosser afgewend. En dan kijken we niet meer naar onze Verlosser, maar dan zien wij op onze problematieken. En wanneer wij op onze problematieken kijken, als wij alleen gefocust zijn daarop, ik kan u dit zeggen, dan worden wij uitgebluste christenen. Christenen die uitgeblust zijn. Maar Simeon, zijn focus lag op de belofte die God had gegeven. Zou God u niet willen zegenen? Denkt u dat God u vergeten is? Hij is u niet vergeten. Hij is ons niet vergeten. Hij was Marco niet vergeten. Hij was Naomi niet vergeten. Die teleurstellingen hadden vanwege miskramen. Maar dan is daar een geweldige zegen weggelegd. En wij begrijpen niet alle dingen waarom iets moet gebeuren. Maar uiteindelijk zien wij de zegen. De zegen die God wil geven aan ons allemaal. Leg dus nooit het bijltje erbij neer. Maar hak die boom om. En als er nog meer bomen zijn, hak ze om. Wees actief. Laat uw leven niet wegroven. Laat uw zegen niet wegroven. Er is een zegen voor ons weggelegd. Ja. Als Simeons wachten is een einde gekomen. Het kind in zijn handen is een zichtbaar teken van Gods vervulde beloften. Wat leren wij hier nou uit? Ik hoop dat we hier allemaal iets mee doen en dat we troost vinden in deze woorden. Die tot nu zijn gesproken bedoelen. Dat we troost vinden, dat we ook de trooster zullen aanroepen. Heilige Geest, dank u wel dat u mij leidt, dat we dat in ons gebed meenemen. Als wij opstaan uit ons bed,
Goedemorgen, Heilige Geest. Nou klinkt dat wat raar, maar weet u, de Heilige Geest is dus een persoon. Echt hoor. Dan heb ik een belangrijk punt opgeschreven. Voor ons mensen. Een van de belangrijkste dingen. Dat punt heet vrede. Want Simeon kon in vrede sterven. En als wij in vrede leven, en hou wat ik zeg, kunnen wij ook in vrede sterven. Begrijpt u wat ik zeg? Ik zal het herhalen. Als wij in vrede leven, kunnen wij ook in vrede sterven. Is vrede nou een gevoel? Nee. Ja, vrede, daar voel je je prettig bij. Maar het is geen gevoel. Want gevoel is misleidend. Morgen voelen wij ons niet zo goed. Het zou dus betekenen dat wij onze vrede verloren hebben. Gelukkig niet. Gelukkig zijn wij niet afhankelijk van ons gevoel. Hallo? U bent niet afhankelijk van uw gevoel. U bent afhankelijk van het feit of u Christus heeft aangenomen in uw leven. Ja dan nee. Of u hem volgt, of u hem dient. Want dat geeft echte vrede. Hij kwam voor ons. En daarom wordt Jezus ook genoemd de Vredevorst. De Vredevorst is gekomen om ons vrede te geven. Maar als we eerlijk zijn en om ons heen kijken, en als we vaak ook in onze eigen levens kijken, dan komen we er soms achter dat er helemaal geen vrede is. Wij laten ons leiden vaak door onze emoties, wat menselijk te begrijpen is. Maar wanneer wij ons laten leiden door onze emoties, dan is het net alsof wij een schip zijn die heen en weer geslingerd wordt door de golven van de zee. Ziet u? En we weten het vaak wel, maar voordat we het in de gaten hebben, dan schieten wij weer in onze emoties. En dan zeggen wij weer dingen die we niet moeten zeggen. En dan denken wij dingen die we niet moeten denken. En dan wandelen wij, en dan leven wij dus ons leven zoals we het niet moeten leven. Lieve mensen, onthoud goed. God staat boven emoties. Maar hij begrijpt ze wel. Hij begrijpt u. Hij weet waar u doorheen gaat. Maar één ding is zeker. Wij moeten niet ons leven laten beheersen door emoties. En ik noem dat vaker hier in de gemeente, omdat dat een trigger is die elke keer weer op de loer ligt om u uit te schakelen, zodat u niet mag zijn wie u bent. Heb u wel eens nagedacht waarom God u op de aarde heeft geplaatst? Het is echt niet om 24 uur per dag halleluja te roepen. Nee, we zijn hier in de eerste plaats om te leven. En uit dankbaarheid, wetende waarom we leven en door wie het is dat we leven, roepen wij halleluja. Begrijpt u wat ik zeggen wil? Waar doe ik op? U kunt halleluja roepen, we kunnen met onze handen omhoog staan, maar dat zegt God niet zoveel. Het gaat om het hart. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Echte vrede die van God komt, en al maak je nog zoveel dingen mee, ten diepste is daar de vrede in ons hart. Tenminste, wel in mijn leven. En gelukkig maak ik nooit wat mee, dat scheelt wel. Dat vind ik wel prettig dat ik nooit wat meemaak. He? Gelooft u het zelf? Wel nee. We maken allemaal dingen mee. En er zijn vaak dingen dat ik bij mezelf denk, Heere, waarom heb ik zo gereageerd? Fout, dat moet ik niet doen. Ja. Ik heb ontdekt dat er geen vrede is zonder de vredevorst. En mensen zoeken het in allerlei dingen. Spiritisme, occultisme, lezers van kaarten, horoscopen, dat soort zaken. Maar lieve mensen, het geeft geen vrede. Christus alleen geeft echte vrede. Dat uw naam opgetekend staat in het boek des levens, dat geeft vrede. Het boek van de Heer. En hij heeft ons dit boek gegeven om hieruit lering te trekken. Hierin zien we Gods hart. Hierin gaan we zien wat God met ons voor heeft.
hoe Hij van ons houdt en wat Hij met ons leven wil doen. Hij heeft tegen de jongeling gezegd, ik wil u een hoopvolle toekomst geven. En nou is het leuke over aangaande de jongelingen, dat heeft niks te maken met uw leeftijd. Het is maar dat je jong van hart blijft. En er is altijd een toekomst. Zelfs al sterven wij, hebben wij nog een toekomst. Wij maken onze intrek, wij nemen onze intrek, bedoel ik, bij de Here. En dat is vrede. Als je die vrede in je hart hebt, als we weten waar we naartoe gaan. Jongens en meisjes en broeders en zusters, noem het allemaal maar op. Dan kan je toch niet meer stuk. Hij kwam om voor ons te sterven. Simeon wist dat. Dat was ook een profeet. En hij sprak tegen Maria, zijn moeder. Moet je eens voorstellen dat je zo'n boodschap krijgt. Zie, zei hij, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. Tot het teken dat tegengesproken zal worden. En dan zegt hij tegen Maria, ook door uw eigen ziel zal hem zwaar gaan. Er is vreugde. Geboorte van de Messias. Dan wordt haar verteld. Er zal een zwaard door uw ziel gaan. En 33 jaar later kwamen de woorden van Simeon uit. Want de zwaard ging door haar heen. Toen ze haar zoon aan het kruis zag hangen. Dat was het zwaard waar Simeon het over had. Het kan soms zo gaan. Dat je machteloos bent. Dat een ander voor je beslist. En voor u. U wilt die kant op, maar een ander zegt, nee, we gaan die kant op. Begrijpt u wat ik zeggen wil? Welke moeder staat haar kind af, of wil haar kind afstaan, om te sterven voor de mensheid? Er zal een zwaar doen gaan. Dat betekent eigenlijk, de pijn zal haast ondraaglijk zijn. En dan staat Maria voor het kruis van Golgotha. En dan ziet zij hoe haar zoon, let op, aan het kruis ging. En Maria is gebroken. En weet u, vaak herinner je pas de woorden als het moment daar is. Herkent u dat? Wij vergeten vaak soms de woorden die zijn gesproken. Ook door de predikers van die al jaren geleden mij in dit geval ook voorgegaan zijn. Ik denk aan Spurgeon, ik denk aan allerlei namen die ik zo hier zo op zou kunnen noemen. Maar de tijd ontbreekt mij daarvoor. Want dan sta ik hier morgen of volgende week nog. Hoe mannen en vrouwen van God, en sommigen zijn hun leven verloren. Om de mensen het leven te brengen, Christus. Waarom deden ze dat? Omdat ze wisten dat er een toekomst weggelegd was. En ze hielden zoveel van hun naasten, dat ze het hen niet wilden onthouden. Dat Christus is gekomen. En gestorven is, ook voor hun zonde. Ziet u? Dat brengt mij bij het afscheid nemen. Als Maria daar dan staat, dan neemt zij afscheid. Zij neemt afscheid van haar zoon. Die op vrede wijze aan het kruis hing. Maar die ook haar zonde droeg.
haar zoon, die haar op 12-jarige leeftijd, zoals ik vorige keer ook al zei, vertelde: weet u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Dat was het doel waarvoor Christus is gekomen. Om ons te herstellen. Om de weg tussen God en de mensheid te herstellen. Waar een breuk lag, wat afgescheiden was vanwege de zonde van ons allemaal. Er zijn mensen die zeggen, ik zondig niet, ik doe nooit iets fout. Iemand die dat zegt, dat gaat niet goed. Elk mens, zegt de Bijbel, maakt fout. Elk mens. Maar door Christus is de breuk hersteld. Halleluja. Ziet u? En als Maria daar dan staat en er zoveel door haar heen gaat, mocht ook zij weten dat haar verlossing aan het kruis hing. Om ook te sterven voor haar zin. Simeon luidde het nieuwe verbond in. Het oude was voorbij. De Christus had hij in zijn handen. Nu kan ik in vrede sterven. Mijn ogen hebben het heil gezien. Halleluja. Mag ik u een hele doordringende vraag stellen? Kunt u ook in vrede sterven? Ik wel. Zo waar de Heere leeft. God weet dat ik niet lieg. Ik kan in vrede sterven. En ik denk niet na over hoe het wel of niet zal gaan. Ik hou me daar niet mee bezig. Waar ik me mee bezig hou is leven. Het leven is zo mooi en kan zo geweldig zijn. Maar er zijn ook mensen die zijn lijden. Er zijn ook mensen die ziek zijn. Er zijn ook mensen die geen hoop meer hebben. En daar mogen wij niet overheen walsen. Wij moeten deze mensen bezoeken. Wij moeten deze mensen gedenken. Want de liefde van Christus woont rijkelijk in ons. Mensen zijn soms verscheurd door verdriet. Wij moeten op de bres gaan staan voor deze mensen. Wij moeten voor hen bidden. Wie heeft er nog een hart? Wie denkt er nog aan zijn naaste? Wie denkt er nog aan hen die in de verzorgingstehuizen zitten? Wie denkt er aan hen die wegkwijnen achter het raam? Kijkende naar buiten of er alsjeblieft misschien eens iemand weer eens op bezoek zal komen. Het is Gods wil. Dat we naar onze naasten kijken. Dat we hen lief hebben. We hebben vele verhalen gehoord. Hoe mensen een einde aan hun leven hebben gemaakt. Dat ze het niet meer zagen zitten. Jonge kinderen. Jonge tieners. Die zich voor de trein werpen. Onlangs. Vreselijk. De wereld is hatelijk. De wereld is soms liefdeloos. En ik ga u dit zeggen. Ik wil daar niet bij horen. Bij zo'n mens die zo over mensen praat of over mensen denkt. Nee, ik wil dit niet. Dat is een besluit die ik heb genomen. Ik wil er zijn voor mijn naast. En ik weet wel, volmaakt ben ik niet. U bent niet volmaakt. De kijkers zijn niet volmaakt. En ongetwijfeld zijn er kijkers die geen vrede hebben. En wie het leven zo'n pijn doet. Maar er zijn ook mensen die hebben Christus in hun hart gesloten. Ze hebben allebei pijn. Maar de hoop woont rijkelijk in hen. Wat is Bijbelse hoop? Tot slot. Bijbelse hoop is niet van zou het wel of zou het niet. Maar Bijbelse hoop is gebaseerd op de belofte die God heeft gegeven. En die komen altijd uit. Ziet u? Echt hoor. Ze komen altijd uit. Ik heb het in mijn leven vaak ervaren. Als God echt iets met ons van plan is, zal het gebeuren. Onthoud dat goed. U bent niet zomaar iemand. U bent geschapen met een doel. En wij zijn daar, ons daar niet van bewust vaak. Dat er een doel is in ons leven. We ademen, we leven, we gaan naar ons werk, we gaan naar school, we doen ons ding. En daarom begon ik te zeggen van, vindt u ook niet dat het leven voorbij raast? Dat is wat ik bedoel te zeggen. En dat is wat u
goed moet beseffen. Weet waarom u leeft. Weet wie uw schepper is. Ken uw schepper. Vraag hem om in uw hart te komen wonen. Want als Simeon in vrede kon sterven, hoeveel te meer kunnen wij dat dan? Die het hele Nieuwe Testament ook voor ons hebben. Waarvan de Christus zegt, ik maak alle dingen nieuw. Het is volbracht, zei hij. Lieve gemeente, het is volbracht. Lieve luisteraars, het is volbracht. Bekijkers, het is volbracht. Christus is voor ons gestorven. Stond voor ons op uit de dood. En hij heeft beloofd. En ieder die mij aanneemt, zal niet verloren gaan. Maar die zal het eeuwig leven hebben. Voorwaarts, Christus, strijders. Ga in de naam van Jezus. En leef uw leven. Elke dag opnieuw. Wees blij in de Heer en zing verheugd. Simeon zong een lofzang. Zo blij was hij. Halleluja. Laat er een loflied op ons hart staan. Een loflied. Tot de tijd en de dag dat Christus ons komt thuis halen. En dan zult u zien. Uw geloof zal bewaarheid worden. Christus is gekomen voor ons. En elk oog zal hem straks zien. Elk oog, elke knie, zegt Gods woord, zal zich buigen. Elke knie. Vertrouw op hem, wat uw situatie ook is. Ken hem in al uw wegen. Hiermee wil ik besluiten. Laten we onze ogen sluiten. Vader in de hemel, ik dank u wel voor uw woord. Heer, ik bid dat een ieder aangeraakt mag worden door dit woord. Want het is uw woord. Ik bid voor hen. Ik moet. Voor hen die thuis zijn. Misschien bedlegerig zijn vanwege ziekte. Zij die geen hoop meer hebben. Ik dank u wel, Heer, dat u hen hoop wil geven. En wat uw nood ook is. De Heer houdt van u. En hij heeft gezegd, en ieder die mij aanroept, zal ik geenszins uitwerpen. Ik bid, Heer, dat wij allemaal zullen beseffen dat het leven meer is dan ademen. Maar dat het leven met u ervoor zal zorgen dat we een diepe vrede hebben. Wat we ook mee zullen maken, de Heer is nabij. In Jezus' naam dan. En ieder van u zeggen, amen. En welke vriend is onze Jezus? Hij is een echte vriend. Laat hem zingen. Welke vriend is onze Jezus. Staan, huilde voor hem dat ik door.
Dat is een feit dat hij ons nooit zal verlaten. Geweldig is dat.